Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie er zijn en dat jullie de tijd hebben om lekker met ons mee te gaan in ons webinar van TeamApp op school in combinatie met VAROS. Ik zal me even voorstellen, ik ben Yvonne Bloem, ik ben trainer bij TeamApp op school en ik mag vandaag met Anouk deze webinar verzorgen voor TeamApp. De tijdsplanning is, we gaan 45 minuten over TeamApp aan de gang. Daarna hebben we heel even pauze en gaan VAROS verder met een fantastische webinar over het welbevinden van kinderen. Wij nemen deze sessie ook op. Als je er bezwaar tegen hebt, zet je camera even uit. Dan kunnen wij wel van de webinar gebruik maken. En ik hoop dat jullie veel plezier hebben vandaag. Heb je vragen? We hebben iemand achter de chatbox zitten die steeds de vragen beantwoordt. Dus heb je vragen, zet hem alsjeblieft in de chat. En dan gaan we beginnen. Nog één klein dingetje. We hebben enveloppen van tevoren gestuurd. Als je geen envelop hebt ontvangen, misschien kan je dan iets groens neerzetten. Iets roods uit je kamer. Iets geels. En je hebt een ballon nodig. Maar als je geen ballon hebt, kun je misschien een zakdoek nemen. Of een propje papier. Ik wens jullie veel plezier bij deze webinar. Succes! Wij zijn Yvonne Bloem en Hi, ik ben Anouk Binnens. Ik ben ook trainer bij TeamApp op school. En ik mag jullie wat vertellen over wat TeamApp nou eigenlijk is. Heel kort en in de loop van de komende drie kwartier kunnen we verder uitleggen en kunnen jullie ook laten ervaren wat TeamApp is. TeamApp is een coalitie van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Toen er heel veel vluchtelingen naar Nederland toe kwamen in 2015, 2016, hebben de organisaties de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van wij zijn altijd kinderen aan het helpen in oorlogsgebieden, maar nu zijn die kinderen hier. Ze hebben nog steeds veel stress hier in de asielzoekerscentra. Van sport, spel en beweging om de kinderen lekkerder in hun vel te laten komen met een hele gedachtegang erachter. En dat was eigenlijk zo'n succes dat in 2017 TeamApp op school ontwikkeld ging worden. Dus niet alleen op de asielzoekerscentra voor de kinderen 1 uur per week sporten en spelen, maar ook op scholen met nieuwkomers. En TeamApp op school werkt samen met onze partner CED Groep uit Rotterdam om het goed te kunnen ontwikkelen voor een programma binnen het curriculum op school. Dat is even in de notendop en ik zal straks nog verder erover vertellen. Yvonne, we laten jullie eerst een filmpje zien hoe TeamApp is ontstaan in de AZC's. En als het goed is gaan we die zien. وحب لي يعني انه بنبسط انه راح ارجع انه العب مع رفقاتي وننبسط مع بعض ونقضي وقت حلو Wij zijn met deze kinderen elke week aan het spelen. Balspellen, het zijn tikspellen, het zijn spellen waarin je samen moet werken, waar je veel energie van krijgt, waar je zelfvertrouwen van krijgt. Hier moeten ze samenwerken. Dat is best lastig als je heel lang alleen bent geweest in een oorlog, hè, omdat je vriendjes er niet waren of op reis of nu hier met nieuwe vriendjes. Moet je dat weer leren en spel helpt daarbij. إنه بتعلم إنه هذا احترام وهذا أكبر مني ولازم اسمع كلامه. أكيد هو لما يقول لي شغلة يقولها لمصلحتي مشان أنا أتعلم منه. ها ها. حياتي في سوريا كانت منيحة قبل الأزمة وبعد الأزمة كمان كانت منيحة. بس مو ممتن لقبل يعني هو بس انا عشت بس انه صوت الطلق والطيران بس لاحظت انه خطر صار كثير
قول لما هناك نكون يعني لما ننزع على التيم اب نكون كثير مبسوطين انه اليوم راح نلعب وفي لعبه جديده راح نلعب مثلا باسكت بول او كره قدم. De begeleiders letten erop hoe kinderen reageren in het spel. In het spel laten kinderen zich heel erg goed zien. Zijn ze heel boos, echt extreem boos? Of zijn ze juist heel verlegen? Of kunnen ze niet goed samenspelen? En komt dat steeds weer voor? Dan kunnen de begeleiders ervoor zorgen dat die kinderen naar een psycholoog gaan en meer hulp krijgen. هون احسن اكثر لانه هون صار في عنا امان اكثر صار يعني فيني اخذ راحتي وهالشغلات يعني اذا كان هناك حابه ارجع استرجع اللحظات وها هي بس Een eerste indruk heb je al van wat Team Up betekent voor kinderen en wat we doen. Maar ik wil het graag ook aan jullie laten ervaren. Dus ik wil jullie graag uitnodigen om te gaan staan. En we gaan gewoon beginnen. Laat je gaan, laat je mee bewegen op de muziek. In het begin zal het onwennig zijn, maar je vindt het vanzelf. We beginnen gewoon. Hoe gaat hij? Gaat hij top? Gaat hij of gaat hij Wij gaan vandaag aan de gang. We beginnen met even wakker worden. Klop je eigen lichaam maar eens even lekker warm. We beginnen met onze voeten. Je voeten. Je knieën. Je benen. Je buik. Je armen. En terug. En je andere arm. En weer terug. En wat zachter. Je schouders. En hoog. En hoog. Heel goed. We gaan door. Niet aan doek, we gaan spiegelen. Luister naar de muziek. Doe mij maar na. Hoe ging die? Lekker wakker? We gaan weer door. Dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Zoek iets geels. Zoek iets roods. En iets groens. Ik geef je even de tijd. Iets groens, iets geel en iets roods. En als je een ballon hebt, je ballon. Zet het ergens in je kamer. Kijk maar, kan je de ballon omhoog houden? Ik roep rood. Tik je rood aan. Rood dan ook. Gevallen. Nog een keer. Geel. Ik heb geel.
kleur nu, Anouk? Groen. Groen. Ja, hier maar. Groen. Ja, goed, ja, Anouk. Nou, jij, Anouk? Ik groen. Ja, Anouk, jij maar. Rond. Geel. Ja. Yes! Woehoe. Wat heb je goed gedaan? Wow! Knap! Even alles weer losschudden. Dat heb je goed gedaan. Zullen we de loopclip doen? Ja. Twee, drie. Eén, twee, drie. Fijn dat jullie er waren. Super! De volgende keer zien we jullie weer. Gaan we nu door. Een kleine sessie, een kleine indruk wat we doen en wat je ervaart met je eigen lijf. Het programma wat we verder door gaan nemen is, we gaan wat praten over de achtergrond. Hoe je als school of als GGD misschien kan deelnemen. Vragen stel het liefst op de chat, maar zijn er nog vragen helemaal die beantwoorden op het einde. Na de pauze, net als het goed is voor de kanjers en kanjer, geven wij een stokje door aan Varels die over welbevinden gaat praten. Korte uitleg wat Team-Up is. Team-Up is een sport- en spelprogramma waar bewegen voorop staat. Doordat het non-verbaal is, kan iedereen eigenlijk meteen aansluiten. Team-Up wordt op vaste dagen gegeven, vaste tijden en een vast team van mensen die de trainingen van ons hebben gevolgd. Begeleid dus door getrainde onderwijsprofessionals. Dat kan een assistent zijn, dat kan de leerkracht zijn, dat kan de sportleraar zijn van school. Maar samen doen we het. Anouk! Team-Up heeft een preventieve focus. Dus vooral om te zorgen dat als het goed gaat met de kinderen, dat het dan goed blijft gaan. Het is een psychosociale interventie en door dat aan te bieden in een vroeg stadium, versterken we het welbevinden van de kinderen. En dit draagt weer bij aan de veerkracht van die kinderen. En daardoor zal de stress hopelijk niet verminderen en wellicht zelfs verlagen. Zodat de kinderen niet, niet extra steun nodig zullen hebben in de vorm van therapie of psychologische hulp. Wij willen het welbevinden versterken en de veerkracht vergroten door normaliseren. Het stabiliseren van de emoties. En socialisatie is voor de kinderen ook heel belangrijk. En, want kinderen willen het liefst normaal zijn en net als alle andere kinderen. Dus het normaliseren en de socialisatie, dat ze met elkaar weer oefenen met spelen en met elkaar omgaan. Sommige kinderen hebben jaren school gemist en moeten opnieuw of voor het eerst leren hoe vraag je nou eigenlijk of je een bal mag van een ander kind of hoe je meespeelt en dat soort dingen. Bij veerkracht en stress haal ik de driehoek erbij. Als je kijkt naar de onderste laag, de basisvoorzieningen en veiligheid, hebben eigenlijk alle kinderen en ook volwassenen nodig om te kunnen overleven. Sorry. Je hebt basisvoorzieningen, eten, drinken, water, een bed om te slapen en die veiligheid. Soms hebben kinderen ook iets meer nodig en eigenlijk ook alle kinderen, gemeenschaps- en familieondersteuning. Dus dat je in de groep zorg en hulp krijgt die je nodig hebt. Team-Up werkt op dit niveau. Soms hebben kinderen nog gerichte, niet gespecialiseerde ondersteuning nodig. Daarbij kun je denken aan extra hulp met dat sociaal-emotionele. Als ze bijvoorbeeld het lastig vinden om vriendjes te maken. En Team-Up kan dan werken als tool, als handvat op school om daarin te helpen.
Voor gespecialiseerde ondersteuning, die bovenste driehoek die je ziet in beeld, is een grote driehoek. Gelukkig is het maar een klein deel van de kinderen waar wij mee werken, zo'n 3-5%, die gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. En het gespecialiseerde ondersteuning, daarbij denk je dan aan psychologie, psychiatrie of therapie. Team Up op school zit op dit moment door het hele land op bijna 20 scholen. En dat zijn scholen met nieuwkomerskinderen of taalklassen of scholen die verbonden zijn aan een asielzoekerscentrum. Dan geef ik het woord weer aan Yvonne. Team Up is inmiddels een sterke aanvullende methode voor een unieke en non-verbale karakter heeft het. We kunnen al die mooie woorden wel zeggen, maar hoe komen we aan al die mooie woorden? Onder andere doordat er heel veel onderzoek is gedaan. Onderzoek met leerkrachten en met kinderen. Het is op de AZC zijn onderzoek gedaan, zowel nationaal als internationaal. En ook op school het afgelopen jaar. Om te kijken, pretendeert het, wij zeggen mooi, het is voor het welbevinden voor de kinderen en de veerkracht voor de kinderen. Maar is dat daadwerkelijk ook zo? Wat zeggen onze kinderen ervan en wat zeggen onze leerkrachten ervan? Ze hebben kinderen uitgenodigd in hun eigen taal om over Team Up te praten. Dus dat was al natuurlijk fijn voor kinderen dat ze niet het moeilijke Nederlands hadden. Leerkrachten hadden onder andere checklisten waar ze op konden, hun mening op konden geven. We vragen met grote regelmaat evaluaties van de sessies. En dat alles samen komt tot een onderzoek. En dat zit nu in de afrondende fase. Wat zeiden de kinderen ervan? Hoe mooi is de quote hieronder staat? In het begin vraagt de leerkracht, gaat het goed? Gaat het zo? Ze geeft aan, meestal in het midden en aan het einde voelt ze zich top. Hoe fijn is dat om dat te merken als kinderen dat zelf al aangeven? Kinderen vertellen hoe fijn ze het hebben om samen te spelen, plezier maken. Voor heel veel kinderen is dat vanzelfsprekend, maar ook voor heel veel kinderen niet. Nieuwe verbindingen leggen. Ze komen vaak van andere scholen, uit een ander land. En toch geeft Team Up de mogelijkheid om met elkaar te spelen. De leerkracht zien ze in een andere rol. Daar bedoelen we mee. Wij vragen van jullie als Team Upper, ga meedoen. Ga niet aan de kant staan met je fluitje van loop mee, doe dat. Nee, ga in beweging. Ga naast een kind staan. En dat voelen kinderen dus duidelijk terug, want ze geven het ook terug, de leerkracht in een andere rol. Er was een meisje die had verteld dat ze de leerkracht op school maar koud vond. En dat kwam eigenlijk uit in het land waar ze vandaan kwam, werd de kinderen veel meer omarmd. En dat deed deze juffrouw in de klas niet, terwijl ze heel aardig was, maar het kind voelde de afstand. En bij Team Up had ze ervaren dat die afstand er eigenlijk niet meer was. Want daar werd ze wel aan de hand genomen en gingen ze samen veel meer lachen en spelen. Kinderen ervaren bewegen en in beweging zijn als erg prettig. Is ook bekend dat als je goed bewogen hebt, dat je je daarna ook weer veel beter kan concentreren. En is weer beter voor je leerprestaties, is weer beter voor jezelf bevinden, welbevinden. Dus bewegen is gewoon hartstikke goed. Dit is wat de kinderen ons vertelden erover. Wat zeiden de leerkrachten erover? Veel leerkrachten vinden het prettig omdat het een groot groepsvormend karakter heeft. Kinderen in AZC-scholen vliegen in en vliegen uit. Taalscholen ook vaak rond de kerst en daarna weer rond de carnavalsvakantie vliegen kinderen in en uit. En je moet de groep maar weer vormen. En het mooie van Team Up is dat omdat er geen taal nodig is, ga je lekker spelen. Gaan kinderen meteen in contact staan met andere kinderen. Dus de vorming van je groep start vanaf dag 1 met Team Up. Sociale verbindingen. Een leerkracht had verteld dat het heel mooi was dat kinderen buiten hun eigen landsgrens gaan kijken. Niet meer alleen de Arabisch-talige kinderen of de Poolse kinderen. Nee, ze kijken verder, omdat de taal niet nodig is binnen Team Up. Bevorderen gevoel van veiligheid.
dat heb je nodig om verder te kunnen ontwikkelen binnen je school. Veiligheid staat bovenaan. Waar Anouk net ook al over sprak, dat sommige kinderen toch hoog in hun stress zitten. Spanning. Mogen we wel blijven in Nederland? Mogen we niet blijven? Gaan we verhuizen? Ben je net er wel gezetteld? Zit je in een taalklas? Heb je vaak ook nog heel veel vragen hoe het verder gaat? Daar is die een prachtige uitlaatklep voor. Lekker je energie losgaan. En je leert ook met elkaar te dealen in die stress. Emotieregulatie. Binnen TeamUp leren kinderen aan de hand van thema's allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn. Als leerkracht kun je daar je programma op afstemmen. Zie jij in je groep dat heel veel kinderen makkelijk boos worden, is er een heel programma dat je spelen kan kiezen die op dat gebied zijn. Of zie je dat kinderen het moeilijk vinden om samen te werken, kun je er heel gericht spellen op zoeken en mee doorgaan. Emotieregeling zit ook in een stukje bewustzijn van je eigen lijf. Daar hebben we allerlei mooie dansoefeningen voor en ademhalingsoefeningen voor om terug te komen in je lijf. En dan pas kun je weer verder gaan. Hoe zien die MUP-sessies eruit? Voor mij wel. Kunnen zorgen dat kinderen naar een psycholoog gaan en hulp krijgen. Hoe geven wij dit vorm? Hoe geven wij dit als team-up vorm of als leerkracht? Hoe wij de leerkrachten daarbij helpen. Het mooie van team-up is dat je een voorwaarde is dat je altijd met z'n tweeën bent. Daardoor signaleer je heel erg veel. En binnen elke school heb je zo je eigen manier hoe je daarmee omgaat. De een legt het bij de IB'er neer. De andere legt het bij een heel team neer. Veiligheidsteam neer. En vaak gaan dan de zaken verder aan het rollen. En Team Up kan daar een hele goede signaleringfunctie voor zijn. Ik hoop dat de vraag die gekomen was op die manier goed beantwoord is. Hoe ziet een Team Up sessie eruit? Ik sprak net al heel even over dat we allerlei thema's hebben. Je krijgt van ons een gameboek. Daar komen we zo direct nog op door. En in het gameboek staan allerlei thema's. Angst kan één zijn. En aan de andere kant staat, wat voor gedragsvaardigheden willen wij onze kinderen aanleren, aanbieden, om daar goed mee om te kunnen gaan. Of wat zie je? Bijvoorbeeld vriendschap en vrienden. Je ziet dat er sociale en samenwerkingsvaardigheden wordt gevraagd van kinderen. Kan een kind iets delen? Is het in staat om positieve interacties met andere kinderen te kunnen ondersteunen? Kan een kind complimenten geven? Je gaat gericht kijken wat jij in jouw groep belangrijk vindt. Wat jouw kinderen nodig hebben. Of wat misschien jij zelfs wel nodig hebt. Van daaruit maak je een programma. Alle sessies hebben een check-in van hoe gaat het met je? Gaat het? En daar gebruiken we picto's bij. Vandaag zeggen we bijvoorbeeld, samenspelen vinden we erg belangrijk. Je hoeft het niet uit te leggen, blaadje zegt voldoende. Na de check-in is een warming-up. We hebben kort net even je lichaam warm klappen gedaan. Kan een liedje zijn, kan een dansje zijn. Daarna een hoofdactiviteit, cooling down en altijd weer de check-out. Gaat het goed? Gaat het minder goed? Wat wil je de volgende keer? Wat vond je fijn? Wat vond je niet fijn? We nodigen de kinderen ook uit om reacties te geven, om samen te komen tot het volgende programma. Wat vinden wij superbelangrijk voor TeamUp? De essentials van TeamUp sessie. Wij noemen de check-in, hoe gaat het? In het huis. We beginnen in het huis en eindigen in het huis. We hebben altijd een chill-out plek. Sommige mensen noemen het een time-out plek. Maar een chill-out plek kan ook zijn, je hoofd zit vol. Je hebt even geen zin meer, je wilt rust. Mag je even lekker aan de kant gaan zitten. Chill-out. In het onderzoek was ook naar voren gekomen, had ook een kind gezegd dat ze het heel prettig had gevonden. Of TeamUp heel prettig vindt, omdat ze daar helemaal dezelfde mag zijn dat ze mag zeggen, nee, nu even niet. Ik ga in de chill-out room zitten. En dat zie je dat kinderen dat waarderen. En de ene keer zitten ze er langer en de andere keer zitten ze er alleen om het spel even af te kijken. Chill-out plek. De routines
zijn vaste momenten in een sessie die terugkomen en voor kinderen heel herkenbaar zijn. Hoe je kinderen bij elkaar roept in een groep. Hoe je even de rust, de flow terugbrengt in de groep. Allerlei liedjes, allerlei beweging zijn er. Dit is er één van dat heb je goed gedaan. Anouk en ik zullen zo direct nog eentje laten zien. No right, no wrong. Dat staat eigenlijk hoog in het vaandel. Er is geen goed, er is geen fout. Signaleringsfunctie. Daarom altijd met twee volwassenen. Je ziet in het spel zie je heel erg veel van kinderen. Je ziet kinderen die opbloeien. Kinderen die moeite hebben met bepaalde zaken. En juist daar heb je dan mooie mogelijkheden om in te gaan. En de thema's, zoals ik al heb gezegd. Team up, hoe? Is het tijd om even te bewegen, Anouk? Zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik moet tijd, hè? Ik hoi tai tai je, even lekker bewogen, even gezongen in een taal die ik niet versta, hun misschien ook niet, en je kunt het nog. Ook superleuk om in je klas te doen. Team up, hoe? Volgens mij mag Anouk nu verder. Wat maakt Team up nou zo speciaal? Wat krijg je van ons? Op het moment dat je deel gaat nemen aan Team up op school. Wij werken bij Team Up op school met de schoolprofessionals. Eigenlijk is dat een chic woord voor alle medewerkers, alle mensen die professioneel betrokken zijn met school. Jullie ontvangen een training, eigenlijk twee trainingen. Een start-up training van een dag en verderop in het jaar, na ongeveer 3 maanden, een follow-up training. Bij de start-up training leren de mensen van school om Team Up zelf aan de kinderen te geven. 1 uur in de week. En bij de follow-up training gaan we wat meer de verdieping in. Want dan heb je wat maanden Team Up op school meegemaakt. Dan heb je misschien vragen of ben je tegen dingen aangelopen. Hopelijk niet. Maar daar gaan we wat meer de diepte in. Terugkommiddagen zijn bedoeld voor, dat zijn er 1 à 2 in een schooljaar. Dat leerkrachten en medewerkers van allerlei scholen bij elkaar komen. Om uit te wisselen. Met elkaar wat ze zelf meemaken bij Team Up. En ook hier loop je misschien ergens tegenaan. Hoe lossen je collega's dat op? En ook ontvang je dan de nieuwste nieuwtjes van Team Up op school. En misschien wel wat nieuwe routines die nog niet in het boek staan. Het gameboek dat je ook ontvangt per deelnemende groep. Zeg maar. Daarin staan ontzettend veel spellen. Het hele boek staat vol met spellen. En uitleg. Soms zijn het bekende spellen. Maar er zit altijd een toelichting bij van welk doel er bij dit spel hoort om de kinderen in onze doelgroep te kunnen begeleiden. Wat ik al zei, er zitten heel veel spellen in het boek, maar het boek is niet heilig. Want als je zelf een leuk spel hebt of als er nog weer wat bij komt vanuit onze kant, dan hoef je het niet uit dit boek te kiezen. Het handboek is bedoeld om wat achtergrondinformatie te geven over vluchtelingenkinderen of over gedragscode, voor zover je dat nog niet op je eigen school hebt natuurlijk. Verder ontvangt de school die Team Up implementeert een grote rugtas met materialen. De meeste scholen hebben gelukkig materialen in de gymzaal of in het speellokaal, want dat is waar we Team Up vaak doen. Maar soms dan geef je Team Up op het schoolplein of je gaat een eentje lopen of je hebt bepaalde materialen nodig die je even niet op school hebt. Er zit bijvoorbeeld een springtouw in of voetbalhoedjes, een bal, muziekinstrumentjes die we vaak gebruiken bij Team Up. Team Up kleding is een leuke, ik heb een Team Up shirt aan. En, dat vind ik heel grappig, want ik ben een keertje op een school geweest en daar was een nieuw kindje in de klas en de juffrouw die trok haar
hoodie aan, want je krijgt ook een hoodie, een vest of een capuchon trui. Lekker warm vandaag. In elk geval, die trok de juf aan omdat Timweb ging beginnen. En dat nieuwe meisje zei, oh, Timweb, oh, dat ken ik van het AZC waar ik vandaan kom. Dus die herkenning was er gelijk. En de kinderen weten van, aha, dat is iets bekends. En dat is eigenlijk over het algemeen iets wat ik leuk vind. De meeste kinderen zeggen dat wel. Timweb heeft ook een online platform en een Facebookgroep op internet. En dat, daar ga ik zo meteen nog eventjes iets van laten zien. Oh, dat is nu gelijk. Kijk, hoe inspireer je. De Facebookpagina heb ik er net over verteld. De online learning, linksonder in beeld. Dat is een platform waar je, als je goed, het staat heel klein hoor, maar het gameboek staat daar online. Zodat je, als je het boek op school hebt laten liggen, eventueel thuis nog iets kunt lezen eruit. Of je kan het zelfs op je telefoon zetten, zodat je in je telefoon kan kijken bij de spellen. De videogalerij heeft filmpjes van op dit moment alleen nog Yvonne en mij, maar dat wordt uitgebreid. Met bijvoorbeeld epoëtijten, wat we net deden. Als je denkt van, hoe ging dat ook alweer? Ik wil dat ook leren. Dan kun je dat daar bekijken. En als je begint met Timweb op school. En je hebt één training gehad van een dag. En je mag het zelf gaan geven. Zie je onder in beeld Timweb startsessies. Of Timweb startsessies. Dat zijn kaarten met korte sessies, duidelijke, overzichtelijke sessies die je op weg helpen. Het is een beetje kant en klaar. Zijn eigenlijk gemaakt voor de afgelopen maanden voor de scholen die al Timweb hebben toen ze weer gingen opstarten na corona. Maar ze zijn ook heel goed bruikbaar voor nieuwe scholen om te helpen de start te maken. En rechtsboven in beeld is nog een spellenboek dat we hebben ontwikkeld, ook naar aanleiding van corona, voor de kinderen in Nederland, maar ook over de hele wereld die niet goed toegang hebben tot internet. Dus daarbij hebben we de activiteiten in de boekjes in stripvorm getekend, zodat ze ook thuis Timweb kunnen doen. Wanneer je wilt deelnemen aan Timweb op school, volgt er een intakegesprek, of beginnen we met een intakegesprek moet ik zeggen. Dus wij komen bij jullie op school. En we maken afspraken over hoe Timweb vormgegeven gaat worden en wederzijdse vragen worden beantwoord. Training heb ik verteld. Dus twee keer, er staat twee keer twee dagen, maar dat klopt niet. Dus dat moet zijn twee keer één dag of vier dagdelen. De training voor de vrijwilligers op het asielzoekerscentrum is wel twee keer twee dagen. Ik denk dat ik daarom verkeerd dat heb neergezet. Maar twee keer een hele dag of vier keer een middag. Wij komen op schoolbezoek en dan doen we lekker mee met Timweb. Dat is goed voor onze conditie. En wij begeleiden jullie bij vragen die je hebt of andere dingen. De Timweb frismiddagen zijn die terugkommiddagen waar ik het net over had. We vragen jullie om na een sessie een evaluatieformulier in te vullen, omdat Timweb nog in ontwikkeling is. Dus we hebben ontzettend veel aan jullie input en feedback over wat werkt wel, wat werkt niet, waar hebben kinderen moeite mee of welk spelletje is superleuk. De elektronische leeromgeving heb ik net laten zien, de materialen heb ik het over gehad. En jullie hebben ook een vast contactpersoon. Zo over het algemeen, Yvonne of ik, op dit moment. Ja, dan geef ik het woord weer aan Yvonne. Ik kom nog even terug, we gaan nog even bewegen. Oh ja, we gaan bewegen. Onderwijl zien jullie alvast de aftiteling voor zo direct. Zullen wij Carolina doen? Oh ja, moeilijk. Carolina. 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 Carolina, Rita. Dat is eigenlijk ook een super lekkere weer naar binnen zijn gekomen om naar ons te luisteren. Carolina is wellicht nieuw, maar een
voor heel veel mensen bekend spelletje is Aramsazam. Aramsazam, Aramsazam, koli 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 koli, Aramsazam, 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 koli 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 koli, Aramsazam, Aram. Koli 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 ram sam sam aravita koli 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 ram sam sam. Super. Heb je het pakket? Zit er een kanjerkoek in voor de pauze? Neem even lekker wat te drinken met een koekje erbij. En er zat ook een klein bellenblaasje bij. Aan het einde van de sessie gaan we even zo direct rustig uitblazen. Ik vraag even of er nog dringende vragen op de chat gekomen zijn. Op de chat niet, maar heb je nog iets te vertellen over de zomerscholen? De zomerschool. Er zijn sommige scholen, ook gewoon basisscholen, die zomerscholen hebben. En die lekker doorgaan van de zomer. We merken ook dat de overheid het extra heeft gesubsidieerd. En wij willen daar graag aan meedoen. Dus heeft jouw school al een zomerschool en zeg je, TeamUp kan daar een mooie input geven? Laat het ons weten. Je ziet het mailadres van TeamUp en je ziet het telefoonnummer van Merel. Zij kan vast wel wat betekenen voor je. Een voorbeeld van de zomerschoolsessie is dat we ondersteunen met het maken van een sessie. Of eventueel meehelpen draaien een keertje om eventjes weer een nieuwe boost te geven en daarin verder te gaan. Heb je nog een vraag? Ja. Maar de laatste woorden. Zo direct, ga niet weg, want zo direct krijgen we een fantastische webinar van Faros over het welbevinden van kinderen. En een kind komt pas tot ontwikkeling als hij zich goed voelt in een vel. Ik wil jullie hartstikke bedanken. En wellicht tot in het land. Hoi Yvonne, Frank hier. Er is nog wel een vraag in de chatbox. En dat is met betrekking tot de kosten voor TeamUp op school. Misschien kan je die zelf het beste beantwoorden. Zou kunnen, oh, nee. Maar ik laat het aan jullie. Er zijn geen kosten. Misschien dat er in de toekomst wel een vergoeding voor komt. Maar het eerste jaar komen wij geheel vrijblijvend bij jullie. Als wederdienst vragen wij wel, denk met ons mee om TeamUp nog mooier, nog beter te maken. Dus vul je evaluaties in of een keer een checklist op die manier. Dat zijn voor ons al zeer waardevolle momenten dat we samenkomen tot samenwerking. Als je dit willen, kunt teamup@safetyturn.nl. Ja, heb je interesse in TeamUp? En stuur een mail naar TeamUp Save the Children of bel Merel even. Zij kan jullie verder helpen. En TeamUp googelen en je komt meteen ook op de goede lijn. Je komt bij Woordchild uit en daar staat ook TeamUp op school onder. Dus er zijn genoeg kanalen om ons te vinden. Bij de laatste jaren zijn we veel in beeld geweest. Onder andere door de krant. En de krant heeft een heel mooi item gemaakt van een school die heel actief is binnen TeamUp. Ik kan hem nu niet openen. Ik wens jullie een lekkere pauze. We gaan onderwijl gaan we het filmpje opzetten van een school van TeamUp. En ik hoop jullie allemaal te zien. Bedankt voor je aanwezigheid. Ik ben Elsa, ik kom uit Iran. Ik uit Syrië. En Alain Syrië. Ik ben Viti. Ik ben. Goed, ze gaat heel goed. Nog een keer. Anouk. En dit klappen in de handen is heel karakteristiek voor TeamUp. Een combinatie van sport en spel met vaste routines. De methode werd ontwikkeld in samenwerking met War Child, Save the Children en UNICEF. En wij hebben in het begin gedaan. Ik denk dus al die kinderen die hebben een hoop gezien. En,
en hoop wat een kind niet hoort te zien en mee te maken. En bij sommige kinderen, als die niet de juiste aandacht krijgen, kan dat zich doorontwikkelen in een trauma. En Team Up proberen bij te dragen om dat te voorkomen. Bij Team Up ben je even op vakantie van je trauma, zeg maar, of van je traumatische ervaringen. Dus dan, nou, sowieso proberen we en hopen dat de oorlog een tijdje vergeten wordt. Hoef je even niet aan al je zorgen te denken, maar kun je gewoon even lekker naar je zin hebben en leuke dingen doen. En iemand die zegt, je doet het goed en je bent welkom en je mag je eigen keuzes maken. En op dat moment vergeet ze de oorlog. De ervaring blijft altijd, maar we hopen dat de negatieve effecten ervan daardoor dan wel uit het kind gaan. Als ze hier voor het eerst komen, zijn sommigen heel open, maar sommigen ook heel verlegen. Alles is natuurlijk nieuw. Heel veel kinderen zijn nooit naar school geweest, dus die komen voor het eerst hier met een grote bus. Dus dan ontvang ik ze en dan neem ik ze mee naar de klas, naar de juf. En dan zijn ze heel verlegen en bedeesd. En alles is nieuw. Dus ze spreken de taal niet en ze weten niet hoe het in school toegaat. Dus het is heel belangrijk dat ze eerst de structuur ervaren en de veiligheid ervaren. En ook daar helpt Team Up, helpt daarbij om structuur en veiligheid en plezier te geven aan kinderen. Ja, wij zien kinderen groeien. En dat is gewoon door een veilige situatie te geven en vaste dingen, vaste structuur van in de kring zitten, van hoe zit je aan tafel, eten en drinken, liedjes, routines. En Team Up helpt daar ook bij, want je gaat hier naartoe en je hebt met de juf plezier. Je doet leuke dingen en het geeft zelfvertrouwen. Dus we gaan nog één keer vertellen. Nee. Sommige kinderen die zijn wel echt, ja, die vinden het heel eng, die vinden het echt, of huilend, die zijn echt heel bang. Ja, weet je, gaat natuurlijk van je ACC, ga je met een bus weg en het is maar de vraag of je weer terugkomt. De routines die werken dus heel goed, omdat we die dus ook in de klas in hebben gebouwd. En we merken dat dat een soort, ja, toch wel bijdraagt aan de structuren in de klas. Ja, in de les. Die doen we heel vaak ook tijdens de les of aan het eind van de les of als we in de kring. Het is niet overal, het is geen taal. We doen heel veel voor. Dus ze hoeven ook niet aan een woordenschat te denken, aan een taal. Het is echt ontlading. Ontladen. Op het moment eventjes. Ja. Lekker los. Ik sta 's ochtends altijd bij de deur en je ziet het soms gewoon al voordat ze de school binnenkomen. Even het gesprek aan of even de leerkracht waarschuwen van oh, die kwam zo boos de school binnen, of heb er even aandacht voor. Vanochtend komt er een moeder die heeft donderdag een operatie gehad. Is de operatie gegaan, is goed verlopen. Kleine dingen, aandacht voor mensen is gewoon ontzettend belangrijk. En dat voelen ze gewoon en dat betekent ook ja, dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. Thema's die worden bepaald aan de hand van de verhalen waar kinderen mee komen. Bijvoorbeeld nooit twee dezelfde werkjes van kinderen of zo. Dat komt niet voor, want iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen heeft daarbij ook zijn eigen verwerking en doet dat helemaal op zijn eigen manier. Ze komen van overal over de wereld. Heel vaak verhalen komen ook over van ja, ik ben van daar naar daar gevlogen en zo. Dus ja, bij de kleuters, ene kleutergroep is op dit moment vliegen en vliegtuig en dat soort dingen is een duidelijk thema. Alles is gericht op het welbevinden van kinderen en we kunnen er ook niet omheen, want
elk kind hier dat zit, daar hangt een verhaal aan. Handen kan je op je knieën leggen of in je schoot. En je ogen houd je schuin voor je op de grond of je doet ze dicht. Je mag zelf kiezen wat jij fijn vindt. Een gevleugelde uitspraak is hier van het gaat elke dag regenen. Dat kan gewoon zijn dat ze met verschrikkelijke problemen 's ochtends al van huis gaan en hier aankomen en helemaal in de war zijn, waar we gelijk op in moeten spelen. Ja, maar het kan ook zijn dat ze net weer vreselijke verhalen hebben gehoord van hun familie uit Syrië of waar dan ook vandaan. Zeg maar. En ja, dat komt elke dag je school binnen. Al mijn collega's zijn daarop ingesteld. Van, er kan elk moment van de dag kan er iets zijn met een kind. Als een kind zich niet goed voelt, heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat. Dat het gevoel heeft van ik ben veilig en ik heb een veilige plek. En dan is de basis gelegd voor onderwijs en dat een kind ook wat in zich op kan nemen. Vraag altijd aan het kind. En dan zeg ik, goh, ik zie dat je vaak ruzie hebt. Of ik zie je vaak op de gang zitten. Of ik zie je vaak alleen zitten buiten. Zou je het fijn vinden om daar eens over te praten met mij? En bijna altijd zeggen kinderen, ja, dat wil ik wel. Ze hebben allemaal ontzettend behoefte aan een beetje aandacht. Dat iemand ze ziet en naar ze luistert. Daar begint het mee. Het is gewoon leuk in de klas. Maar er zijn soms problemen, dat lossen we op. We doen bijvoorbeeld een vergadering. De gele, dat is compliment. Om de mensen zijn, die heeft me geholpen. Die heeft me vriendelijk tegen mij doen. Ik heb wel eens ruzie gehad met iemand, was ik al verdrietig. En toen moest ik samen met diegene even nikken en toen had ik uitgepraat. Als je naar twee kanten van een verhaal luistert, dan kan je ook een beetje horen wat er misschien mis is gegaan. Ik wil een dokter worden. Maar ja, als je dokter wil worden, dan moet je beter gedrag hebben en zo. Zo was er bijvoorbeeld vorig jaar een jongen in groep 7. Maar naarmate hij langer op school was, werd zijn gedrag steeds slechter. En langzaamaan vertelde hij dat zijn ouders heel hoog opgeleid zijn. En nu hier dus eigenlijk als vluchteling, die papieren zijn allemaal niet geldig. Dus ineens hebben ze alles achter zich gelaten. En die kinderen zijn natuurlijk nu degene waar de verwachting op ligt. En hij zei ook van, ja, ik vind taal heel moeilijk. Dus hij kan eigenlijk voor zijn gevoel de verwachtingen niet waarmaken. Want in de klas kom je nooit op het diepere verhaal. Op het moment dat ze een vertrouwensband opbouwen met zo'n kindercoach, dat ze na 3 of 4 gesprekken toch met dat verhaal komen. Ja, en dan, ja, dan schrik je je spreken wezenloos, ja, van wat er allemaal speelt in die gezinnen of bij dat kind zelf. Het is zo belangrijk dat we dat nu weten en dat we daar over in gesprek kunnen gaan. Waardoor ze ja, toch rustiger worden, waardoor je gezichten ziet veranderen die altijd gespannen hebben gestaan en die dan opeens een soort ontspanning krijgen. Je tilt de berg weer op en zet hem op zijn eigen plek. En je wordt langzaam weer jezelf. Maar je blijft de stevigheid van die berg in jezelf voelen. Jouw kind is helemaal blij door de docenten, directeur, allemaal. Je ziet wel de vrolijkheid. Het is hun tweede huis. Ik kom zelf uit Noord-Brabant. Daar is heel anders. Hier is heel anders. Ik wil net thuis zitten. Zo snel mogelijk vrienden maken. Ik vind het leuk om te hier werken. Dus ik hou van kinderen. Als maar iets nodig is in de klas, zeg maar, helpen. Dat is ook veiligheid, hè? Dat het duidelijk is. Zo gaan we hier met elkaar om. Zo doen wij het hier. Zeg ik ook wel eens tegen de kinderen. Ja, ik ben wel streng. Dan zeggen ze nee hoor. Omdat je gewoon allemaal weet. Ja, bij haar moet je dat of dat niet doen. Ik heb vorig jaar eentje afgeleverd naar het voortgezet onderwijs. En echt een hele moeilijke jongen. Individuele hulp op gehad. Hele gesprekken met die vader gehad. En die was altijd maar boos op school. En elke keer weer benadrukt van, ja, maar opvoeden, dat doen we samen. Ja, we zorgen er samen voor dat hij gelukkig naar het voortgezet onderwijs gaat. De laatste weken kwam hij naar me toe en het is goed gegaan, hè? Ja, ik zei, het is goed gegaan. Ja, hebben we samen gedaan, hè? Ik zei, ja, hebben we samen gedaan. Het
sterren uitdelen. We zijn vriendelijk en beleefd. We helpen elkaar. Houden rekening met elkaar. We houden rekening met elkaar. Netjes met de materialen omgaan. En dan gaat de voorzitter zeggen wie stemt op diegene. En als je bijvoorbeeld je vinger opsteekt, dan ga je op hem stemmen. Ja, die is het beste in helpen, omdat hij mij vanochtend had geholpen. Ja. En hoe voelt dat dan? Heel goed, want dan weet jij dat je iets doet voor het geloof van de klas. Hallo, goedemiddag allemaal. Het is 4:00. Dus wij willen weer beginnen met het tweede deel van deze webinar. Wil jij je geluid nog uitzetten, Jullie? Ik moet even nog hier technisch regelen dat niet onze beide laptops aanstaan. Welkom allemaal bij dit tweede deel van de webinar. Hierbij gaan we ons richten op welbevinden op school. Eigenlijk het brede verhaal over welbevinden op school. En dan focussen we daarbinnen op vluchtelingen, kinderen en andere nieuwkomers. Ik was eerst even benieuwd of iedereen mij goed kan horen. Als dit niet zo is, willen jullie dat dan in de chat aangeven. Dan kunnen we kijken wat we daar nog aan kunnen doen. Ik zie alvast een duimpje binnenkomen, dat is fijn. Dan ga ik voorlopig even door. Ik ben Anne de Haan. Ik werk bij VAROS en ik doe deze webinar samen met Jolien van Lier. Die komt even in beeld. Stel jij je maar eerst even voor, Jolien, dan heb jij dat alvast gedaan. Goedemiddag, ik ben Jolien van Lier. Ik werk bij de GGD Haaglanden, normaal gesproken als gezonde schooladviseur en adviseur gezondheidsbeleid en uitvoering. En ben projectmedewerker voor het project Welbevinden op school. Dank. Nou, en ik ben dus Anne de Haan. Ik werk bij VAROS. Ik zal zo nog iets meer vertellen over wat VAROS precies is. Maar ik werk hier als projectleider binnen het project Welbevinden op school. En dat doe ik vanuit ons team jeugd, of eigenlijk ons team gezond opgroeien. En binnen dat team houden we ons bezig met alles rondom jeugd en gelijke kansen voor dat verschillende groepen binnen de samenleving op een gezonde manier kunnen opgroeien. Ik wil eerst even wat huishoudelijke mededelingen doen. Dat lijkt me wel zo handig. Wij zitten hier dus met z'n tweeën, Jolien en ik. Wij zullen om en om het woord hebben hier. En dat doen we ongeveer om de drie sheets. Dus dan hebben we hier even een wissel. De andere persoon beheert dan de chat. Dus mochten er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust op de chat. Dan zal de andere persoon, in dit geval Jolien, op dit moment kijken of ze de vragen direct kan beantwoorden. En als er vragen zijn die we live in de uitzending kunnen beantwoorden, dan kunnen we jullie het woord geven. Even kijken, we zullen ook achteraf kijken van welke vragen er allemaal zijn, dat we die verzamelen en dan nog iedereen vraag en antwoord nasturen. Dat doen we samen met de vragen die voor team-up binnengekomen zijn, zodat iedereen uiteindelijk alle vragen en antwoorden nog nakrijgt. En dat geldt ook voor de mensen die helaas niet aanwezig konden zijn op het laatste moment. Even kijken, we hebben natuurlijk gezien dat er wat de deelnemers zijn, wat jullie functies zijn. En ik zag heel veel mensen vanuit het onderwijs erbij zitten, maar ook vanuit de GGD. Sommigen zijn wellicht zelf ook gezonde schooladviseur. Dus we beseffen dat er natuurlijk ook heel veel mensen tussen zitten die wellicht al heel veel ervaring hebben met welbevinden op school. En wat voor vorm dan ook. En we gaan het straks dus hebben over de gezonde aanpak gericht op welbevinden. Dus daarbij willen we vragen, als er mensen zijn die al ervaring hebben met de gezonde schoolaanpak en dan specifiek voor het thema welbevinden, een ander thema kan ook hoor, geef dat dan in de chat aan en dat kan nu, want dan willen we later wellicht jullie de mogelijkheid geven om daar iets over te vertellen, want het is ontzettend leuk, juist nu we met zoveel mensen ook bij elkaar zitten, om van elkaar ook te horen en te leren. En er zijn vast goede, leuke voorbeelden te vertellen. Dus laat het alsjeblieft weten in de chat en dan kunnen we later
ja, kijken dat we iemand nog aan het woord kunnen laten of meerdere personen. Oké, dan ga ik nu, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we nu verder met de volgende, dat doet hij nog niet helemaal. Ja, nou ja, ik werk dus bij FAROS, dat is een expertisecentrum gezondheidsverschillen. Onze missie is het terugdringen van grote gezondheidsverschillen, waarbij het uitgangspunt is dat we willen dat er gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland is. De mensen voor wie het doen zijn mensen van alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook een verminderde toegankelijkheid hebben tot de gezondheidszorg, of die een verminderde kans hebben op gezond oud worden. Maar dan kun je denken aan bijvoorbeeld mensen met een vluchtelingenachtergrond of met een migratieachtergrond. Maar ook mensen die in een sociaal-economische positie verkeren of die om wat voor reden dan ook een hogere kans hebben op minder, op een wat slechtere gezondheid. En daarbij dus ook dat de zorg op wat voor reden dan ook voor hen minder toegankelijk is. En hebben mensen met een andere taal of culturele achtergrond, kun je je voorstellen dat letterlijk de culturele of de taalbarrières aanwezig zijn. Maar ook voor mensen die in Nederland zijn geboren en getogen, kan de manier waarop er vanuit de zorg, letterlijk vanuit zorgprofessionals gesproken wordt, heel ingewikkeld voor hen zijn, waardoor de zorg ook lang niet altijd optimaal is. Dat zijn dus de groepen voor wie we het doen en ook met wie we het doen. En de personen waarmee we daarbij ook natuurlijk samenwerken zijn de gezondheidszorgprofessionals zelf, maar ook zeker de professionals in het onderwijs en ook professionals in de gemeente. Want het gaat natuurlijk heel erg om de samenwerking tussen de mensen zelf, de zorg, de gemeente, het onderwijs. Hè, dus dat zijn allemaal belangrijke partners van ons. Binnen het onderwijs, we zien het onderwijs als een ontzettend belangrijke partner, juist om in het geval van kinderen en jongeren, die gezondheid en dan ook die psychische gezondheid, maar zeker ook de lichamelijke gezondheid, om daar een grote rol in te spelen. Daar gaan we zo op verder. Want wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over welbevinden op school en dan specifiek volgens een gezonde schoolaanpak. Daar gaat Jolien zo wat meer over vertellen. En we gaan het hebben over sociaal-emotioneel leren. Daar gaat ook Jolien wat meer over vertellen. Dus dat is eigenlijk het bredere verhaal. En daarna gaan we inzoomen op op vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers. En dan specifiek wat de school voor hen kan betekenen. En ook wat we van de scholen tot nu toe geleerd hebben. Want we werken binnen ons programma Welbevinden op School. We werken samen met heel veel scholen verspreid over het land. En daar hebben we natuurlijk al ontzettend veel van geleerd. En dat geleerde is natuurlijk ook heel prettig om dat weer te kunnen delen met de anderen. Dus dat gaan we straks doen. Ik ga ook tussendoor een aantal dingen met de Mentimeter doen. Daar gaan we nu mee beginnen. Dus de vraag is of jullie de telefoon erbij willen pakken. Dan ga ik intussen overstappen naar de Mentimeter. Oké, beste mensen, daar is dan toch echt de Mentimeter. Ga op je telefoon naar www.menti.com. En zoals jullie zien, daarboven de code 338756. En dan is dus de vraag, wat is welbevinden op school voor jou? En je kunt een aantal termen invullen. En denk gewoon breed. Als je denkt aan het welbevinden van de leerlingen of het welbevinden van jezelf, het welbevinden van de school als geheel, welbevinden van de ouders, wat zijn dan belangrijke zaken, thema's waar je dan aan denkt? We zijn heel benieuwd. Als het goed is, verschijnen er dan zometeen de woorden in beeld. Kijk, ik zie al wat verschijnen. Fit, mentaal en fysiek. Plezier, veiligheid. Kijk. Lol hebben, verdriet kunnen delen. Gezondheid, veilig voelen. Veiligheid wordt steeds groter, hè? Dat betekent dat meerdere mensen dat kiezen. Ook vertrouwen en plezier wordt steeds groter. Ja, dat blijven eigenlijk de drie hoofddingen. Ook wel verdriet kunnen delen. Veiligheid is gewoon gezondheid, vriendschap, acceptatie, zelfbewust.
Mooi. Dit laat al zien dat het echt om verschillende thema's dus eigenlijk gaat. Zowel eigenlijk nou ja, hoe je voelt, als dat het gaat om je mentale welzijn, als dat het gaat om het sociale welzijn, wat je ziet inderdaad vriendschappen erin terugkomen. Dus leuk om te zien. Dit zijn inderdaad de dingen die we ook veel op scholen, als wij op een open manier met de scholen in gesprek gaan, dan zie je eigenlijk dat heel veel verschillende thema's echt wel geassocieerd worden met het welbevinden. Dat je eigenlijk aan al deze thema's zou willen werken. Nou, mooi. Dank jullie wel. Even kijken. Dan hebben we een volgende vraag. En dit, hier willen we iets specifieker inzoomen op vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers. Want welke aandachtsgebieden zijn van belang als het gaat om deze kinderen? Net hebben we natuurlijk allerlei thema's genoemd. Heel veel zijn natuurlijk ook voor deze kinderen van belang. Maar we zijn benieuwd of jullie nog aandachtsgebieden hebben waarvan je zegt, dit is specifiek voor deze kinderen nog belangrijker. En dat wil niet zeggen dat het niet voor andere kinderen dan ook meteen belangrijk is. Ook hier kun je weer meerdere termen invoeren. Kijk, interesse weten zijn ze begrepen. Thuistaal, ja. Veiligheid, ook hier weer heel belangrijk. Vaste huisvesting, ja, voor dat gevoel van veiligheid natuurlijk ook. En dat kunnen bouwen aan de toekomst. Taal ook weer, thuistaal. Non-verbale communicatie, culturele sensitiviteit. Ja, dus toch echt wel zaken die net niet per se genoemd werden. Ook heel veel wel. Grip, basis. Taal. Ja. Mooi, dus veiligheid, thuistaal en taal zijn de dingen die hier heel groot in worden. En dan ben ik benieuwd, wil iemand die thuistaal heeft genoemd, dat kun je in de chat aangeven, wil die daar iets meer over zeggen van wat dan bedoeld wordt met thuistaal? Op wat voor manier dat belangrijk is? Daar ben ik wel benieuwd naar. Kun jij zien, Jolien, of iemand in de chat aangeeft of die daar iets over wil zeggen? Als niemand erover wil zeggen, is natuurlijk ook prima, maar... Oh, er worden in de chat nog extra dingen ook genoemd. Oh, dat is waarschijnlijk van mensen die dan niet in kunnen loggen. Innerlijke rust, vrede en harmonie wordt nog extra gezegd. Ja, oh, dat zijn ook mooie termen. Oh ja, geborgenheid, gehoord worden, dat zijn ook dingen die nog extra genoemd worden. Ja, serieus genomen worden, oké. Mooi. Oké, dus wordt in de chat gezegd, thuistaal is belangrijk om gezien te worden. Ja. Dus dan gaat het er denk ik om dat kinderen zich erkend voelen ook in hun eigen taal. Hè? Dat er inderdaad gezien wordt dat het een macht zijn en dat je op die manier jezelf gezien voelt. Door Yvonne Blom, oké. Ja. Mooi, hartstikke mooi. We gaan ook al deze termen bewaren. Dus mooi om... later nog iets mee te kunnen doen. Hartstikke bedankt. Dan gaan we terug naar de presentatie. Kijk, en nu gaat het allemaal gelukkig een stuk soepeler. Dat was de Mentimeter. Nog even dit. Hè. Ik denk dat heel veel dat ook wel weten, maar het is belangrijk om altijd te beseffen over wie hebben we het nou eigenlijk, als je het hebt over vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers, want het verschilt natuurlijk ontzettend met waar je als school zit, wie die nieuwkomers kunnen zijn. In het primair onderwijs heb je vaak scholen met bijvoorbeeld een taalklas, één of meerdere taalklassen. En soms heb je scholen die helemaal een nieuwkomersschool zijn. En in het middelbaar onderwijs heb je vaak ISK's, dus dat zijn echt aparte scholen eigenlijk, of aparte klassen binnen een wat bredere school. Maar daar is de interactie met de rest van de school vaak wat minder aanwezig dan in het primair onderwijs. Maar in alle gevallen zie je, afhankelijk van waar zo'n school staat, dat de nieuwkomers dat andere groepen kunnen zijn. Dus waar heb je het dan over? Over inderdaad vluchtelingen. Dat zijn echt degenen die natuurlijk gevlucht zijn vanwege oorlog en geweld.
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat zijn degenen die hier alleen zijn gekomen zonder ouders. Dat zijn vaak de, tussen de 12 en 18 jaar. Gezinsherenigers, dus de kinderen of de jongeren die zelf niet per se de vlucht, of in ieder geval dat het gezin niet gezamenlijk de vlucht heeft gemaakt, maar dat een van de ouders hier als eerste kwam, of een oudere broer of zus, en dat later de rest als gezinshereniger hierheen zijn gekomen. Het zijn ook migranten die hier dus om andere redenen dan per se oorlog en geweld, maar om andere redenen uit hun thuisland zijn gekomen. Maar ook expats, dat zijn ook, dat zijn natuurlijk ouders die hier echt voor, die hier echt vaak uitgenodigd zijn om hier te komen werken tijdelijk een aantal jaar. Maar dat zijn ook leerlingen die in die taalklassen terechtkomen. En wat deze leerlingen natuurlijk allemaal gemeen hebben, is dat zij hier nieuw zijn, dat de cultuur in meerdere of mindere mate anders is, dat de taal anders is, dat ze zich ontheemd voelen, dat mensen uit hun thuisland missen, noem maar op. Dus er zijn heel veel overeenkomsten tussen deze groepen kinderen. Maar het is belangrijk om te beseffen wie het allemaal kunnen zijn. Dan gaan we over naar Jolien. Naar de volgende sheet. Dan gaan we even wisselen van plek, Jolien. Ik heb hem al voor je klaargezet. Zo. Dit deel gaat over, ben ik goed verstaanbaar? Ook maar even opnieuw vragen. Wat duimpjes omhoog, als het niet zo is, meld het vooral in de chat. Nou super, kijk Yvonne. Een aantal van jullie zijn er niet heel veel, die hebben in de chat laten weten dat ze al ervaring hebben met het werken volgens de gezonde schoolaanpak. En welbevinden op school is geïntegreerd eigenlijk in de landelijke aanpak van de gezonde school vanuit de GGD Groen Nederland, het RIVM en de onderwijsraden. En de visie, het komt eigenlijk vanuit het buitenland, de International World School Approach. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat iedereen en alles rondom dat kind meegenomen wordt in de aanpak gericht op het welbevinden. En dat het plaatje rechts beneden of misschien wel links van jullie, dat het er andersom staat. Maar dat tekent in ieder geval dat die school, die staat zo centraal met diversiteit van kinderen daarin. Psychisch en sociaal welbevinden heeft hierbij veel aandacht. En rondom die kinderen zijn de leerkrachten en docenten erg belangrijk, ouders belangrijk en wordt er op een aantal onderdelen gewerkt en ingestoken. Dat betekent vroegsignalering en preventie en de zorg. De gezonde schoolaanpak is op 4 niveaus of pijlers, zoals we dat noemen, ingericht. En dat begint met educatie, omdat het uitgangspunt is dat elke school eigenlijk wel aandacht heeft voor een pedagogisch klimaat en welbevinden. En daar ook lessen of op de een of andere manier activiteiten op heeft, gericht op het versterken van die sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat kan je op heel veel diverse manieren kun je dat doen. Later in deze sessie kunnen we daar indien wenselijk in ieder geval verder op doorgaan, als jullie dat graag willen. Een tweede pijler is signalering en zorg. Daarbij is het belangrijk dat binnen een school die zorgstructuur goed op orde is. En dat er aandacht is voor signalering en daar waar nodig een overdracht is naar interne of externe zorgverlening. En binnen de school kun je dus verschillende medewerkers eigenlijk hebben die gericht zich bezighouden met de zorg. En als dat niet afdoende is, dat je in ieder geval dan ook binnen je gemeente waar de school staat, de kanalen snel en helder hebt. Bij de derde pijler staan de sociale en fysieke omgeving centraal. Nou, met de sociale omgeving bedoelen we de mensen die een belangrijke rol hebben om het kind. En dat is binnen de school natuurlijk het schoolpersoneel en zorgpersoneel. Maar buiten de school zijn de ouders ook een hele belangrijke groep. Die we eigenlijk in deze gezonde schoolaanpak van het begin af aan dat je inzet op welbevinden wil meenemen. Nou, in de fysieke omgeving, daarbij gaat het om binnen de school. Belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Dat is niet altijd dat dat heel bewust gebeurt. Maar juist kleuren kunnen heel veel doen. Meubilair kan veel doen. Gezellige zitjes. Maar ook buiten is het van belang. Nou, daar hebben jullie in het eerste gedeelte al via het onderdeel van Team Up. Zelf een aantal zaken mogen ervaren. Oefeningen, bewegingen. Die ook in een buitenomgeving plaats kunnen vinden. Dus dat is ook belangrijk van hoe die wordt ingericht.
Hierin zit ook een onderdeel deskundigheidsbevordering. En dat is met name belangrijk omdat het niet altijd vanzelfsprekend is dat, dat schoolpersoneel, leerkrachten en docenten alle vaardigheden eigenlijk op het gebied van veldbevinden gericht op vluchtelingenkinderen allemaal zomaar in de vingers hebben. Heel veel bij jullie hebben dat wel, want je zit op een, je werkt mogelijk op een school alleen maar met vluchtelingenkinderen of nieuwkomers. Maar zo zijn niet alle scholen ingericht, dus niet alle teamleden zijn daarbij even vaardig. En de vierde pijler is beleid. Een goed pedagogisch klimaat is heel erg belangrijk. En eigenlijk alles wat je doet aan activiteiten, maar ook welke visie draag je eigenlijk met je team. En spreek je daarover met ouders, wat vinden zij belangrijk en wat vinden de kinderen belangrijk, is belangrijk om vast te leggen. Het komt wel eens voor dat op het moment dat je denkt dat je gewoon heel goed bezig bent, maar je hebt zaken niet op papier staan en mensen verdwijnen van een school, dan zou dat gewoon heel erg zonde zijn als het in elkaar klapt. Dus het is een grote meerwaarde als je hetgeen wat je doet ook vastlegt in beleid. Volgende dia. Sociaal-emotioneel leren. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie die theorie kent. Misschien zou je daar een reactie op willen geven in de chat als jullie hiermee bekend zijn. Hij is van Kees van Overveld. Het staat eigenlijk aan de grond en de voet van de ontwikkeling van het hele project Welbevinden op school. Omdat we dat zo ontzettend belangrijk vinden en zijn meegegaan in die visie van Kees. Dat het schoolse, de theoretische vakken, hè, de taalvaardigheid en het sociaal-emotioneel leren, daar vindt hij van als pedagoog en trainer dat heel erg met elkaar in balans moet zijn. En hij gaat uit van de theorie dat als er een betere balans is, dat ook zorgt voor minder gedragsproblemen, bijvoorbeeld in de klas, in die groepsvorming. Dat heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Als die problemen zich wel al voordoen, dus als er gedragsproblemen zijn, dan kun je nog steeds effectief werken met sociaal-emotioneel leren om dat in te dammen en om daarin het kind zaken aan te leren. Nou, met die sociaal-emotioneel leren, dat richt zich dus op 5 competenties. Die ga ik niet oplezen, want die kunnen jullie zelf zien in deze cirkel. En dat zijn wetenswaardigheden en activiteiten die daar voorbeelden van zijn om daar mee te werken. En het gaat er vooral om te leren met jezelf om te gaan en met de ander. De intentie daarbij is dat leerlingen die hun eigen emoties ook goed begrijpen, dat die daardoor zich beter kunnen inleven in de gevoelens en in het gedrag van een ander. Dat resulteert zich eigenlijk doordat die kinderen ander minder snel pijn doen of verdriet doen of een ander kwetsen. Terwijl in de normale wereld ook veel kinderen dat eigenlijk niet altijd gewoon in de gaten hebben wat gedrag met een ander doet. Dat is de theorie die hiervan uitgaat. En een ander positief resultaat hier van deze theorie is dat de kinderen hierdoor betere relaties kunnen onderhouden. Maar het geldt in principe ook voor volwassenen. Dus ook teams kunnen hier veel aan hebben. Wat kan school bieden aan nieuwkomers? Nou, een hele hoop. Ik denk dat scholen naast het schools leren dus een hele hoop op welbevinden kunnen bieden voor nieuwkomerskinderen. En ik wil eigenlijk even nagaan of Nico nog in de zaal zit. En Nico, ik zou jou willen vragen om de mute aan te zetten. Voor de andere deelnemers. Ik ken Nico omdat ik regelmatig op zijn school kom. En Nico aan het begin van de pilot welbevinden op school enthousiast werd om te laten zien aan anderen van wat doen wij nou eigenlijk. De mensen die tijdens de pauze zijn blijven zitten en de film van de parkschool hebben gezien, die hebben daar een beetje een zicht op kunnen krijgen. Voor degenen die het niet hebben gezien, die zouden na de webinar of op een ander moment naar de website kunnen gaan www.welbevinden op school of naar de VAROS website. En dan wordt de informatie trouwens na deze webinar ook gedeeld en dan kunnen jullie het zien. Maar Nico, ik wil jou graag uitnodigen om een toelichting te geven van wat kan de school eigenlijk bieden. Ja, even kijken. Ben ik te verstaan?
Ja. Ja, oké. Okay. Dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Ja, wat heeft de school te bieden? Nou, wij hebben natuurlijk een school waar behoorlijk veel vluchtelingenkinderen binnenkomen. En andere nieuwkomers. Buiten dat hebben wij ook een heleboel kinderen die uit best wel gezinnen met problemen komen. Dus wij hebben echt, elke dag hebben we veel problemen het hoofd te bieden op school. Nou, wat wij belangrijk vinden is dat alle leerkrachten daarop ingespeeld zijn. Dat die er voelhorens voor hebben. Dat ze echt in de gaten hebben wanneer er iets met een kind aan de hand is. Dat ze daar ook gelijk over in gesprek kunnen. Daarvoor is het belangrijk dat wij een kindercoach op school hebben. En die is ook bijna elke dag bereikbaar. En mocht het zo zijn dat ze toevallig net met een groot probleem komen op die ene dag dat de kindercoach er niet is, dan zorgen we ervoor dat ze alsnog op school komt om toch die kinderen te woord te kunnen staan. Maar verder kunnen ze ook bij mij terecht en bij de interne begeleider. Want we zijn allemaal ingesteld op problemen het hoofd bieden. Dat is vooral superbelangrijk. En daarnaast is ons hele programma afgestemd op het welbevinden van de kinderen. Dus zorgen dat ze het plezier hebben op school. We praten heel veel met de kinderen. We zijn een Frenesschool, waar het sowieso al heel belangrijk is om veel met de kinderen te praten. Er wordt veel in de kring gezeten. Er wordt vergaderd, er wordt overlegd. Ze kunnen met klachten komen, ze kunnen met complimenten komen. En dat de hele week door. En dat gebeurt ook eigenlijk 5 dagen in de week. Dus een omgeving bieden waar ze zich kunnen uiten. Soms in de hele groep, maar als het nodig is ook individueel bij de kindercoach of bij een van de andere leerkrachten of bij mij of bij de interne begeleider. Dankjewel Nico voor deze toelichting. Ik wil hiermee afsluiten dat dat was zowel op de film te zien natuurlijk, en dat heb jij zojuist ook wel toegelicht in je verhaal, is dat de kinderen, niet alleen de kinderen, maar ook de ouders zich echt thuis voelen bij jullie op school. En dat geeft natuurlijk ook gewoon een lagere kans op stress en angsten zoals hier beschreven. Wij gaan wel even een wisseling doen, want Anna die gaat de volgende dia's behandelen. Zo, ook namens mij veel dank Nico. Altijd leuk om het verhaal van jou weer even te horen. Super. Ga even wat dieper in op ons project wat wij nu doen. Is eigenlijk binnen die gezonde schoolaanpak en binnen dat thema welbevinden willen we natuurlijk zoveel mogelijk leren. En dat doen we door middel van het betrekken van allerlei pilotscholen. En uiteindelijk gaan we dan al het geleerde, dat brengen we dan weer terug naar het landelijke, zeg maar. Dus alles dus om het goed te kunnen borgen, zodat bijvoorbeeld gezonde schooladviseurs, maar ook alle de mensen die in de school werken, noem maar op, zodat die gewoon zoveel mogelijk kunnen leren van de anderen. En binnen dit project gaan we dus op de scholen. We kijken echt wat is daar nodig. Dus we gaan met een groep leerlingen, met een groep ouders en met een groep stakeholders, noemen we dat. En dat zijn een aantal docenten vanuit de school. Als er een taalklas op die school zit, dan is het altijd een docent uit de taalklas. Dat zijn degenen die met zorg te maken hebben op die school, bijvoorbeeld een zorgcoördinator. Maar dat zijn ook zeker mensen die om die school heen zitten. Dus soms zit er een wijkverpleegkundige, een jeugdverpleegkundige aan tafel, soms zelfs een wijkagent. En vanuit de conciërge zit die ook altijd bij, die heeft een ontzettend belangrijke rol vaak. De directeur zit er vaak bij. Nou ja, op die manier kijken we dus echt wat is op die school nodig. En we starten heel vrij met wat is voor jullie welbevinden, wat we eigenlijk nu met deze groep ook gedaan hebben. En daarna gaan we echt dieper in op wat gaat hier goed en wat niet en wat is er nodig. En dan gaan we echt op al die thema's in waar Jolien net over heeft verteld. Dus je kijkt naar wat kan er met de ouders, wat kan er met de interne zorgstructuur, de externe zorgstructuur. Wat kan in het beleid, wat moet er gebeuren. Ten aanzien van de educatie, wat voor programma hebben jullie om dat sociaal-emotioneel leren en die sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. En dan is bijvoorbeeld Team Up is dan een programma die een school kan gaan inzetten. Nu wil ik graag weer... ik had eerst nog een mooie quote, want dit is in een van de sessies met leerlingen. Is dit
iets wat een leerling vertelde. Ik zal het even ook voorlezen. Ik heb last van depressies en dat komt door mijn moeder die is overleden. Als ik denk aan mijn leven beëindigen, dan doe ik dat niet omdat ik dan denk aan de mensen die me gaan missen. Met mijn vader ben ik niet close, want ik ben niet door hem opgevoed. Ik zag hem alleen soms. Ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn stiefvader. Ik ben iemand die er van buiten blij uitziet, maar van binnen ben ik gebroken. Ik lach en doe alsof het oké gaat, maar ik lieg, want van binnen ga ik kapot. Nou, het is natuurlijk een vrij heftige quote. Gelukkig is het niet, dat we dit van alle leerlingen voortdurend horen. Maar wat hier zo, wat hier bij speelde, is dat toen wij dit hadden besproken. Er waren in deze klas waren veel leerlingen waar iets mee aan de hand was. Onder andere leerlingen met een vluchtelingachtergrond. Maar dat de directeur daarna zei dat ze lang niet van alle kinderen dit al in beeld hadden. En dat kinderen dus heel vaak natuurlijk van buiten iets anders laten zien dan van binnen. Dus dat het zo ontzettend belangrijk is om juist ook bij de kinderen die het allemaal in zich houden, om te kunnen signaleren bij tijd en waar nodig hulp te bieden. Wat ik nu wil doen is misschien een beetje het spannende, want we gaan natuurlijk net mis. Maar we hebben niet, we hebben nog ongeveer 10 minuten. Dus ik wil het toch gaan doen, omdat ik dan van jullie kan horen waar jullie meer over willen horen. Kunnen helaas niet de mensen mee te nu zelf doen, want die krijg ik op een manier niet gedeeld. Maar ik wil graag van jullie horen, kunnen jullie het in de chat aangeven, zo gaan we het nu doen. Dan kan Jolien even de telling opnemen. Willen jullie meer horen over dus die educatie? Dus wat voor programma's, of eigenlijk wat hebben we geleerd van de scholen, wat er specifiek nodig is bij deze groepen? Want heel veel programma's die er zijn, zijn bijvoorbeeld niet voor deze groepen geschikt. En dan heb je wellicht iets anders nodig. Willen jullie meer horen over signalering en zorg? Meer over die samenwerking met de ouders? Meer over deskundigheidsbevordering? Of meer over het perspectief? Gaan we proberen om twee in ieder geval nog wat meer over te vertellen. Dat zegt iemand, ja. Oké. Okay. Samenwerking met ouders. Ja, oké. Okay. Dat is het nu? Ja, en de andere is van 1 tot 5 afwerken. Ja, oké. Okay. We hebben meerdere suggesties van 1 tot 5 afwerken. Of, en die samenwerking met ouders is een aantal keer genoemd. Dus ik ga starten met samenwerking met ouders. En daarna ga ik gewoon van bovenaan weer beginnen. Rondom die samenwerking met ouders. Wat je natuurlijk op deze scholen ziet. Wat eigenlijk bij al de gesprekken naar voren komt, is dat dat de scholen, even vanuit het perspectief van de scholen, dat de scholen dit ingewikkeld vinden. Dat het hen op een manier, zij geven zelf aan, echt uit monden van de scholen, van dat ze zouden willen dat dit beter zou gaan. En dat ze heel veel ouders gewoon zo goed als nooit zien, dat kinderen bij het hek worden afgeleverd, bewijzen van. En dat men niet goed begrijpt, maar elkaar gewoon niet goed begrijpt, daar gaat het eigenlijk over. En dat is eigenlijk dat derde punt, cultuur sensitief met elkaar in gesprek, onder andere over zorg, maar überhaupt. Want bijvoorbeeld in de Eritrese gemeenschap is het vaak zo, ik wil niet generaliseren dat het altijd zo is, maar dat men van huis uit niet gewend is om op een school te komen als er niet iets aan de hand is. Mensen worden alleen op school gesommeerd als er iets met hun kind is, en dan in negatieve zin. En het beeld van ik heb mijn kind goed aangekleed, hij heeft ontbijt gehad, hij staat nu gewoon bij het schoolhek. Dat is gewoon hoe het daaraan toe ging. Dus dat de verwachting vanuit de school is dat de ouders mee de school ingaan, dat is niet bekend. Dus als je dat dan niet van elkaar weet, dan krijg je natuurlijk al heel snel dat er ideeën ontstaan over dat de ouder niet betrokken zou zijn, bijvoorbeeld. Dus heel vaak zie je dat het over dat soort dingen gaat, als je het hebt over de ouderbetrokkenheid moet omhoog. Je ziet dus bij de ouders vaak, vanuit het perspectief van de ouders, dat ze dus inderdaad onbekend zijn met het onderwijssysteem, maar ook met het zorgsysteem. Dat er van beide kanten dus hoge verwachtingen zijn. Dus zoals wat ik net aangaf, dat de school bijvoorbeeld van ouders iets verwacht, maar ook dat de school bijvoorbeeld, of dat de ouders verwachten, dat de school gewoon degene is die het schools doet en dat ouders daar verder niet per se een rol in hebben. En taal is natuurlijk iets, het elkaar kunnen verstaan is letterlijk iets wat vaak een hobbel is hierbij. En wat je vaak ziet, wat scholen zeggen wat goed werkt of wat ze eigenlijk zouden willen,
is meer een community aanpak. Dus het beeld is heel erg, en dat blijft ook wel uit de plekken waar dit gebeurt, dat als je de school ziet als een community binnen de wijk bijvoorbeeld, en je haalt dus allerlei faciliteiten ook in de school, dat de school echt een centrale plek gaat krijgen. Bijvoorbeeld dat er binnen de school voorlichting wordt gegeven over voeding, over slapen, over allemaal thema's waar het om gaat. Dat er sport- en spelactiviteiten voor de leraren, maar wellicht ook voor de ouders in de school zijn, tijdens schooltijd of direct na schooltijd. Dat als dat soort dingen in de school gebeuren, dan zie je dat het een plek wordt waar ouders veel vanzelfsprekende al komen vanwege andere redenen. En dat dan, als er dan iets is om te bespreken over de leerlingen, dat de ouders en de school al veel meer met elkaar in contact zijn. En wat daarbij ook belangrijk is, als je aan de slag gaat met het beleid, bijvoorbeeld rondom die samenwerking van ouders, maar ook rondom het inrichten van het schoolplein, of hoe zou de zorg het beste kunnen lopen, hè? Hoe kun je met ouders in gesprek gaan over wanneer er meer zorg nodig is. Dan is het ook heel belangrijk om daar de ouders bij te betrekken. Dus laat ze absoluut meedenken in de plannen die je als school ook maakt. En even over de zorg, dat is eigenlijk iets... hij wil nu niet terug. Nou, we gaan gewoon weer hier weer verder. Blijkbaar wil hij niet teruggaan. Ga ik gewoon hier beginnen. Ga ik inderdaad van voor naar achter. Ik zie nu ook dat de tijd het niet toelaat om alles te behandelen. Dat dachten we ook al van tevoren. Vandaar ook dat we dachten een keuze voor twee is goed. Dus ik zal nu het stukje educatie nog behandelen. Omdat je wat je daar ziet op deze scholen is dat zij echt veel meer dan... op andere scholen echt met dat traumasensitieve aan de slag willen binnen dat educatie. Ze geven echt aan van er is bepaald gedrag wat wij niet goed kunnen duiden, zowel externaliserend als internaliserend. Wij denken dat het met trauma te maken heeft, maar we weten het niet. En wat moeten we dan doen? En ook richting de kinderen, hoe reageer je dan op de kinderen? En hoe kun je dan met sociaal-emotionele leren omgaan? Dus dat traumasensitieve is een heel belangrijke en dan meteen dus ook de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten daarin of voor het team daarin. Hoe ga je met z'n allen reageren op bepaald gedrag, dat het ook voorspelbaar wordt, dat je weet als leerling van overal wordt op dezelfde manier op mij gereageerd. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Er moeten heel veel rustmomenten ook zijn. En wat je dus ziet is dat, wat ik eigenlijk kort al ook noemde, dat heel veel programma's die er zijn voor scholen, die gaan niet per se, of die hebben niet de thema's, die betrekken niet de thema's die voor deze kinderen belangrijk zijn. Voor deze kinderen is het verbinden van vroeger en nu, van de oude en nieuwe situatie, van thuis en school. Dat ze de thuisland missen, dat ze ouders de grootfamilie missen, dat ze vrienden missen, dat het vroeger zo anders was als nu, dat het spelen anders is, de spelletjes zijn anders. Maar allemaal dat soort thema's, dat gaat eigenlijk over bruggen tussen wat was en wat nu is. Dat is heel belangrijk. En die thema's die komen natuurlijk niet terug in reguliere SEO-programma's. En heel vaak zoeken scholen naar non-verbale manieren om dit te doen, omdat de taal lang niet altijd al voldoende is. Bijvoorbeeld team-up is natuurlijk een hele mooie, en dat is heel erg non-verbaal. Ook mindfulness, judo, dat zijn allemaal manieren waarop toch gewerkt kan worden aan het versterken van die veerkracht, aan het sociaal-emotioneel leren. En dat zijn juist programma's die op deze scholen veel beter zouden passen dan bepaalde andere programma's. Of een mix van programma's. Hè. Als je een taalklas hebt en daarnaast de rest van de school zijn wel leerlingen die in Nederland geboren en getogen zijn, dan is het heel mooi om natuurlijk te zoeken naar een mix van dit soort programma's. En daarom dat het ook zo ontzettend op maat is per school. En we zien ook, voor docenten is het ook via Augeo zijn er, ik weet niet of jullie Augeo kennen, maar die heeft ook mooie online trainingen hiervoor. Dus dat is ook een tip om daar naar te kijken. Ik zie nu dat de tijd vrij snel is gegaan. Komt natuurlijk ook door dat hier wat technische dingen gebeurden. Heel veel excuses daarvoor. Ik hoop dat jullie, ondanks dat, dat het niet al te storend was.
Gelukkig heb ik alles een soort van weer terug kunnen vinden. De andere thema's die we wilden bespreken, zoals hier de signalering in de zorg. Nou, wat ik hier nog even heel leuk vind om te zeggen, Nico noemde het ook al. Zij hebben bijvoorbeeld een psycholoog in huis, hè, of een jeugdcoach. Kijk even naar Jolien. Kindercoach, sorry. En dat is een wens ook van heel veel scholen. Hè. Als er iemand in de school is die gewoon een bekende gezicht is. Een bekend gezicht is voor de ouders ook. Voor de leerlingen. En die ook gewoon laagdrempelig al in contact is met de ouders en de leerlingen. En als er dan op een gegeven moment meer nodig is. Dan is de drempel om dan echt in behandeling te gaan, zogezegd. Zoveel lager dan wanneer de zorg extern moet worden gezocht. En ook de rol van een pedagogisch conciërge. Hebben we al op meerdere plekken gehoord dat het zo belangrijk is. Iemand die gewoon, zoals Nico, die ook zelf aan de deur staat, zag u in het filmpje, maar ook een conciërge. Iemand die ziet op wat voor manier de leerlingen binnenkomen, dat er gewoon een check-in is. Even voelen en zien of het goed gaat met de leerling en dat daarna ook wordt teruggekoppeld. Aan de docent wordt doorgegeven, hey, ik zag dat hij even niet zo lekker in zijn vel zit. En dat je dan dus ook goed naar die interne zorgstructuur kijkt, hoe je dingen oppakt. Dat heel even kort nog hierover. Als jullie verder over de andere onderwerpen nog vragen hebben, vraag het gerust. Je ziet hier onze mailadressen in beeld. Ook op de site die je daarboven ziet, op de webpagina is veel meer informatie te vinden. Ik hoop dat jullie het nuttig vonden en ervan geleerd hebben en het ook leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat jullie er allemaal bij waren. Hartstikke bedankt voor het kijken naar onze webinar. Ook veel dank aan mijn voorgangers van TeamUp. En een hele fijne middag nog gewenst. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Dank u wel.